groetjes uit Mumbai. Echt super warm, druk, chaotisch. Ik sta op een officieel selfiepunt, als je misschien omheen ziet. Het is echt overweldigend. En we gaan vandaag de city highlights aantikken, dus jullie gaan mee. Op mijn voorhoofd gekregen van een man die eruit zag als een monnik. Ik weet niet wat het betekent, dus ik weet ook niet wat ik nu precies uitstraal. Wat ik wel weet is dat ik dus dacht dat wij hier dingen kwamen bekijken. Wij blijken dus als met van het bekijken waard te zijn, want iedereen wil op de foto en iedereen zit ons aan te staren. We zijn natuurlijk lang en blond. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat ze dat willen, dus smile and wave. Wat is dit? Oh, garlic. Here you get 4 size of garlic. And one of the expensive and good quality of garlic is this one. So you guys are okay to see the animal section? Yes, oh yes. We krijgen de vraag, are you okay to see the animal section? Zeiden we ja, maar ik ben wel benieuwd wat we gaan aantreffen. So the dogs and cats people pet at home and the birds sometimes they buy and just to release them, that is for good luck. Kijk, je kan dit dus kopen. Oh, ik denk wel dat ik het echt heel zielig ga vinden. Ik vind het eigenlijk wel zielig. Oh, kijk nou, ja. Jeetje. Oh, die vogeltjes. Hakim zei net, soms kopen mensen een vogel alleen maar om hem vrij te laten. En die neiging heb ik ook wel heel erg. Ik zie ook al konijntjes hier. Oh, die beesten hebben het zo heet. Ja, ik vind het ook echt heel zielig. Oh, puppies! Kijk nou. Oh, de beesten gaan helemaal uit van de witte. Ja, ik vind het echt heel klaar. Maar zo zitten. Zo fucking heet. Die beesten liggen allemaal op elkaar in hele kleine kooitjes. Ik weet niet of ik het dat weer zien. Kijk eens even. Ik moet goed zoeken in Kuwait en hier staat het overal. Zo blij voor jullie dat jullie niet gaan ruiken wat wij nu ruiken, want hoe omschrijven we dit behalve vis? Rotte vis. Dood en verderf. En dan in 35 graden. Ja. Zo goor. Het is wel echt kleurrijk. So this is the seizoen dog. They do the option and after buying option. Ongelooflijk. IJs. Kijk, verse vis. En zo worden de ijsblokjes aan boord gebracht. Dit is dus de plek waar alle vissen met de boten worden binnengebracht. En dan hier in deze grote hal worden verkocht. Het gaat om 4 uur open en hij is echt, wat je niet vindt, echt heel rustig. Want 's ochtends is het een drukke van de dag. Ik vind het hier ook niet heel rustig, maar ja. Ik ben een beetje overweldigd. Alles, er gebeurt hier van alles tegelijk. De hele tijd. De granaat is gepeld. Het gaat snel. En de ijsberg moet ook allemaal gemaakt worden. In the morning time tempo. People do worship sweet. Kijk nou. Een goeie. Wauw. Dat ik clean het hier. Ik kan je voorstellen dat het hier een stuk beter ruikt dan waar we net vandaan komen. We zijn namelijk op de plaatselijke wasserette. We vroegen ons net af hoe weet je dan wat van wie is, maar zet een soort van code in het labeltje. Elke dag zijn hier 2500 mensen bezig met kleding wassen.
Wow. En dit is voor de hele stad. Er zijn twee van deze plekken in Mumbai. Love it. Okay, Sumit. Hi. Hello. How are you? You like this place? Ze hate the Dutch people. Yeah, I love it. Is that very hard work? Yeah, I suppose it is. But it smells very clean. They use one powder. The smell is very good. I use powder. So this is where you live? I live there. That's where you live. That's your bedroom. Yes. And I'm a sleep. Wow. It's a very hard work. Take picture. Andere idee bij een rooftop, maar ik heb bijna het gevoel dat ik in alle dingen scène zit. Vet, wow. En look that these are beans. Wow. Look the colorful use pins. They no use pins. Okay. They're two rope, they're twist, and they hang. Het is een bizarre plek, want het heeft iets gezelligs door al die wapperende was. Ja. Maar ja, het ruikt lekker. En dan vervolgens zie je die kindjes daar zo. Alu gobi. Thank you. Iedereen hier eet hier met zijn handen. Wij hebben bestek gekregen, want we zijn Westers. Maar we moeten toch echt doen. Doe je dat? Wat je net zag, die hele skyline, dat in een U-vorm. Ze wordt dan de Queen's Necklace genoemd. Want je kan je voorstellen als het 's avonds licht geeft, dat het eruit ziet als een hele mooie gekleurde ketting. Aangezien ik niet properly aangekleed was, ben ik helemaal ingepakt in kleurrijke doeken. Niet, of wel? We mogen er niet in. Nou, tot zover deze Hindoe-tempel. Zwaar naar de olifant. Ik vind het vooral mooi dat alles zo ongelooflijk kleurrijk is hier. Het past me wel. We zijn in de Hanging Gardens. Dat heeft niks te maken met de Hanging Tree. Eigenlijk hangt deze tuin ook helemaal niet. Het is gewoon een naam die ze hebben bedacht omdat het 200 feet boven zeelevel is. En hieronder zit dus een waterreservoir. Hallo. Wat was het? 30 million gallons, right? Ik moet even heel eerlijk zeggen dat ik niet zomaar even de reeks om kan maken naar wat wij in Nederland gebruiken, maar it's a lot. En ja, mensen zijn een beetje lekker aan het wandelen. South City, they get drinking water from here. Oh, kijk, het zuiden van de stad haalt dus drinkwater hier vandaan. Dat is op zich een belangrijk detail. Grappig zo, midden in de stad, een soort oase van rust. Allemaal eagles die daar vliegen. Daarachter is de Tower of Silence. You want to say hello to Dutch people? Hallo! Het is wel grappig, want we staan in een attractie, maar wij zijn een van de grootste attractie. Hallo! Mensen willen op de foto met ons, heel grappig. Gewoon no shame. Celebrities. In die Tower of Silence is, ik heb heel verschillende geloven hier, en een van die geloven zeggen dus als iemand dood is gegaan, dan moet je iets teruggeven aan de natuur. En je zegt al die eagles. Dit zijn grote toren en daar worden dus alle dode lichamen in gegooid. Zodat de vogels daarvan eten, zodat ze op die manier iets teruggeven aan de natuur. Het is zo'n interessant land. Tot slot nog even, als je een sterke maag hebt, Google op Tower of Silence, want dan zie je hoe het eruit ziet. Maar wel eens een sterke maag hebt, anders zou ik het je niet aanraden. Kijk, nog even een mooie toeristenspot meepakken. Ik zocht een rustig plekje, maar dat gaat hier natuurlijk gewoon niet gebeuren. Dit was het eind van Groetjes uit Mumbai. Ik heb zoveel indrukken gekregen vandaag. Ik heb ook een heel publiek nu aan huis. You wanna say hi? Kom, kom hier. Kom to vlog. You wanna say bye to Dutch people? Bye! Ik weet geen betere afsluiting eigenlijk. Thank you guys, bye! Bye.